Er zijn steeds meer mensen die niet willen wegglijden in het niets. Die willen sturen. Het sturen van sterven. Zelf kiezen voor je dood als je klaar bent met het leven. Steeds meer ouderen willen het heft in eigen hand nemen. Psychiater Boudewijn Chabot strijdt al jaren voor een humane manier om zonder hulp van een arts uit het leven te stappen. Als er een methode is die je zonder doktershulp en dus zonder euthanasie-examen zelf kan doen, vind ik dat voor de persoon die een uitgesproken weloverwogen doodswens heeft, een belangrijke aanvulling. De afgelopen maanden heeft Chabot gewerkt aan een demonstratiefilm over een nieuwe manier om je leven simpel, snel en effectief te beëindigen. De heliummethode. Wat heb je nodig? 2 heliumtanks van elk 23 liter die zijn te koop in een feestwinkel of te bestellen via internet. Voor Chabot geeft de heliummethode uitzicht op een waardig sterven aan mensen die vinden dat hun leven voltooid is. Het helium verdrinkt de zuurstof uit het bloed en je raakt van het ene moment op het andere buiten kennis. En het hart houdt 10 minuten daarna op met kloppen. Ja, een beetje oneerbiedig gezegd kun je zeggen dat er een groeiende markt is voor het product dat Chabot op de markt zet. Critici vinden de methode een brug te ver. Als er steeds makkelijker voor de dood wordt gecapituleerd, zal vechten voor het leven steeds moeilijker worden. Dankzij deze film kan iedereen het spul kopen, hè? Kan iedereen eruit stappen. En wij als samenleving gaan dat normaal vinden. Als je dat normaal gaat vinden, dan betekent dat dus dat je niet meer vindt, dat je niet meer moet knokken om levens die moeilijk zijn, hè, minder moeilijk te maken. Het duivelse dilemma tussen bescherming van het leven en het recht op zelfbeschikking. In veel levens komt er een moment dat je dieper gaat nadenken over je dood. Hoe zal het gaan als je oud en ziek wordt en niet meer zelfstandig kan wonen? Dat je leven een zware last wordt en je eruit wilt stappen terwijl je geen dodelijke ziekte hebt. Dan zal je de regie over je dood zelf in handen moeten nemen. Niet wachten op een mogelijke lijdensweg, maar zelf bepalen wanneer je dood wil. Zonder hulp van een arts. Zelf euthanasie. De demonstratie-DVD laat zien hoe je een eind aan je leven kan maken. Eén manier om je leven te beëindigen is met helium. Het belangrijkste vind ik dat de naasten erbij aanwezig kunnen zijn. Dat is het grote voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld koolmonoxidegas. Er zijn andere, die zijn allemaal giftig voor wie in de kamer is en gevaarlijk. Dus dat is ellendig. Dat is dus het eerste voordeel. Het tweede voordeel is, het gaat snel voor mensen die dat graag snel willen. Een snelle, humane dood. De film vertelt stap voor stap welke attributen je naast helium nog meer nodig hebt. 2 buigzame plastic slangen van plusminus 2 meter lengte met een binnenmaat van 9 mm. Te koop bij een ijzerhandel of aquariumwinkel. Een grote braadzak van... In deze reportage laten we een aantal fragmenten zien. Vanzelfsprekend niet alle elementen die nodig zijn om de heliummethode uit te voeren. Het is nogal wat. Ik zie mezelf voor de eerste keer, maar... Het is zorgvuldig gemaakt, maar het blijft natuurlijk bizar om dat te zien. Kun je zich dat voorstellen? Dat je denkt van, wat gebeurt? Het is bijna een, ja, als een soort van een recept voor de dood. Als een kookvideo, om het zo te noemen. Met alle respect, maar als je het zo ziet. Maar het lijkt alsof u hier in volle gezondheid zit. Maar u moet zich een beetje verplaatsen in iemand die redenen heeft om op zoek te gaan naar een humaan sterfbed in gesprek met vertrouwenspersonen. Dat zijn vaak de naaste vrienden. Als je dan kijkt en je weet dus dat je niet wil gaan springen, dat je niet naar de trein wil, dan kijk je anders en dan is het niet bizar. Om te begrijpen waarom psychiater Chabot deze film heeft gemaakt, gaan we terug in zijn geschiedenis. In de jaren 90 geeft Chabot hulp bij zelfdoding aan een 51-jarige vrouw. De vrouw wil niet meer leven, omdat ze haar 2 kinderen heeft verloren. Deze week deed de Hoge Raad der Nederlanden uitspraak in de zaak van psychiater Chabot. Dat de arts schuldig wordt verklaard aan hulpverlening bij zelfmoord. Maar Chabot krijgt geen straf. Ik ben opgelucht, maar het herinnert me onmiddellijk aan de situatie waarin ik die dodelijke middelen gaf aan deze vrouw, omdat het mij niet gelukt was haar voor het leven te behouden. Een vrouw die alles had verloren wat haar leven zin gaf en die dat ook heel helder kon verwoorden. Dat ze
voor het einde wilde kiezen terwijl ze lichamelijk niets mankeerde. Dat was natuurlijk een schokeffect dat naar buiten kan, dat ik, overtuigd zijnde, haar die dodelijke middelen gaf, omdat ik het een legitieme wens vond en ik niet wist wat de informatie was waarmee ze het zelf had kunnen doen. Het is het begin van een gedreven zoektocht van Chabot naar een humane manier om zelf het leven te beëindigen. Het heft in eigen hand nemen, zonder hulp van een arts. De dokter beheert de sleutel van de medicijnkast en buiten de dokter om is er geen humane dood. Dat is raar. 2 jaar geleden publiceert hij het boek Uitweg, waarin hij 2 manieren beschrijft voor een humane dood. Stoppen met eten en drinken of het slikken van medicijnen. Nu brengt hij dus, met deze demonstratiefilm, een 3de manier naar buiten. De heliummethode. De opening van de zak moet nu nog op maat gemaakt worden. Loop je met die heliummethode niet het risico dat je mensen die in een tijdelijk wanhopige situatie zitten een gevaarlijk middel in handen geeft? Natuurlijk ben ik bang dat het misbruikt wordt voor iemand. Maar dan weet ik ook dat zonder deze methode die iemand voor de trein of een andere methode had gekozen. Iedereen, echt iedereen, kan dat nu met die methode doen. En dat propageert hij dus. Hè? Want hij maakt dat mogelijk. Hè? Die film geeft iedereen die gelegenheid. Ik vind dat levensgevaarlijk. Mensen die misschien nog jaren hadden kunnen doorleven als ze niet door deze methode eigenlijk waren ontmoedigd om nog iets van het leven te maken. Psychiater Frank Koerselman en ethicus Theo Boer. Beiden vinden de demonstratiefilm van Chabot veel te ver gaan. Het leven moet beschermd worden en met de film komt de dood te makkelijk dichtbij. Als mensen dood willen is er narigheid. Dan is er vaak sprake van eenzaamheid, er is sprake van het idee dat je maatschappelijk overbodig bent geworden. Dat probleem oplossen door mensen naar een feestwinkel te sturen, als ik het zo even mag zeggen, om een heliumfles te halen, dat is voorbijgaan aan de ernst van het probleem waarom mensen dood willen. En dat mensen die een dergelijk gevoel hebben, een dergelijke emotie hebben, dat we die helpen en dat we zorgen dat ze daaruit kunnen komen. En dan weet ik wel, dan zal het antwoord wel zijn, ja, maar bij sommige mensen is dat zo hardnekkig, dat lukt niet. Dan moet je gewoon volhouden. Prima om dat te proberen. Maar als het niet lukt, geef dan toe dat het niet lukt. Erken je therapeutische machteloosheid. Waarom zijn artsen en ethici soms zo doof voor legitieme wensen dat het genoeg mag zijn? Genoeg van het leven. Eruit willen stappen. De autonomie hebben over je eigen dood. Die wens wordt steeds vaker gehoord. Die groep die is sterk groeiende en dat komt natuurlijk ook terug in gewone bevolkingscijfers. Dat het aantal 65-plussers sterk toeneemt. Terwijl het aantal mensen die deze mensen kunnen bezoeken en een zinvolle tijdsbesteding met hun kunnen doorbrengen, dat aantal mensen wordt niet groter. Dus de eenzaamheid wordt groter en het lijden aan het leven wordt denk ik ook groter. Dokters worden er ook niet blij van al die ouderen op het spreekuur die zeggen, dokter, ik zie mijn leven als voltooid. Wilt u mij, straks komt mijn zoon over uit Amerika en dan moet het toch maar gebeuren. Hoezo? U hebt een bloeddrukverlagend middel en verder helemaal niks. Niks, dokter? Ik wil niet meer. Nou. Daar gaan we dus niet op in, hè? Oh, nou ja, dan moet ik het dus zelf uitzoeken. Denkt iemand dan. En u wilt hen die mogelijkheid geven? Ik vind dat een legitieme wens. Ik zou het machtsmisbruik vinden als arts om de informatie over humane middelen te onthouden aan mensen met een weloverwogen doodswens. Zodra de leesbril er is, stappen we eruit. Hè? Ja, waar is de grens? Wanneer gaat dat dan? En als je nou zo'n ongeluk krijgt en je bent 20 jaar en je komt in de rolstoel, hè? Dan moet het ook maar kunnen. Hè? Trouwens, met die helium gaat het ook gebeuren. Hè? Ja, waar is de grens? Als het leven niet meer gezond en bevredigend en spannend is, dan kan je eruit stappen. Nou, als je nou ergens, laten we zeggen, allemaal maar zo uit te drukken, een narcistische samenleving wilt, dan is het dat wel. Nou, als we daar naartoe willen, dan moeten we die koers op gaan. Het is niet mijn wereld en ik zal me er tegen verzetten.
Je hebt aan de ene kant heb je het recht op zelfbeschikking, de autonomie. Maar dat staat op gespannen voet met de beschermwaardigheid van het leven. Ik vind dat ze elkaar in evenwicht houden. Ik zie wel een spanning, maar ik denk dat ook de critici niet af willen van het idee dat ze hun eigen leven naar eigen inzicht mogen inrichten. Dat ze de vrouw mogen uitkiezen of eventueel verlaten en een andere kiezen die zij hun, met wie zij hun leven willen delen. Dat is zelfbeschikking. Dat je een nog veel grotere beslissing, een nieuw leven maakt, een mens in de wereld zet, dat is een onomkeerbare beslissing. Dat willen we mensen niet afnemen. Op dezelfde manier mag je mensen, vind ik, die wel overwogen kiezen voor het einde, die beslissing niet afnemen. Maar je moet proberen met ze in gesprek te blijven, niet alleen als hulpverlener, maar je moet niet denken dat je de macht hebt om het zelf beschikken over het levenseinde weg te nemen. Er is ondertussen nogal wat geknutseld met de braadzak. Doe het maar eens. Ik heb zelf met die plastic zak geworsteld. En ik kreeg daarbij nare associaties die de kijker vast ook krijgt als hij dat voor het eerst ziet. Je wordt erg geconfronteerd met, ga ik in deze zak dood? Dat wil ik helemaal niet. Er komen twijfels op, je stelt het uit, je legt die zak maar weer eens opzij volgende week. Het komt er helemaal niet van. Die confrontatie met het doen van de voorbereidingen is een buitengewoon stevige test op of je echt dood wilt. En daarom heeft u er bewust voor gezorgd om die dingen niet kant-en-klaar aan te leveren, maar om mensen hetzelfde te laten doen. Inderdaad, ja, dat is een bewuste keuze. Mensen die dat kant-en-klaar gaan aanleveren, zeg ik, die zijn op de verkeerde weg. Sla die als moeder bepaalde dingen niet meer kan, laat haar zoveel mogelijk zelf doen. Want als ze zegt, nou doe jij het maar, jij kan dat makkelijker. Dat is ook een manier om niet zelf verantwoording te nemen voor deze methode. En mensen moeten er zelf verantwoording nemen. Niet alleen voor de laatste handeling, maar alles wat ze bij de voorbereiding kunnen doen. Mensen die echt willen, doen dat. Tot op het laatste moment. Zelfs als de helium nog stroomt en de zak is opgeblazen, kan je er nog vanaf zien. Die eigen regie. Daar gaat het om. Mocht u na het zien van deze reportage meer informatie willen of erover door willen praten met medewerkers van de Stichting Correlatie, dan kan dat. Op onze site kro.nl/brandpunt vindt u alle bijzonderheden daarover. Dit was KRO Brandpunt. Goedenavond.